wat te maken. Wat vindt u van zwerven, Paul? Viezigheid, vuiligheid, wat we moeten proberen tegen te gaan. En wat doet u als een kind afval op grond voelt? Aanspreken. Ik bedoel, we hebben hier overal in de school prullenbakken staan. Het is heel gemakkelijk als je iets weg wilt gooien, om het in de prullenbak te gooien, om het gelijk naast je neer te laten vallen, wat er gaar is. Meestal is het gewoon luiigheid. En dan spreek je de leerlingen over aan. Ja. Gooit u zelf ook wel eens afval op grond? Nee. Dat doe ik heel echt nooit. Ik heb hier twee prullenbakken hier bij me staan en overal waar ik... Overal waar je loopt zijn prullenbakken, dat is onzin om het op die manier te doen. Stel me. Wat vindt u van zwerfafval? Daar stoor ik me heel erg aan. Ja, vind ik echt smerig om dat tegenkom. Wat vindt u ervan dat de kinderen op school afval gooien op de grond? Ik denk altijd... Als ze dat thuis doen, dan denk ik dat ze heel erg op een sodomiet te krijgen van hun ouders. Dus Ik snap niet waarom je het hier wel doet. En wat vindt u ervan dat u dat moet opruimen? Normaal heb ik van thuis het meegekregen. Als wij het dan niet op gaan ruimen hier op school, dan denk ik dat voor de kinderen helemaal een rotzooi. Dus ik vind het heel normaal dat je dat moet opruimen.